Maar jullie zetten de boel aardig op zijn kop, zeg. Ja, en dat is ook de bedoeling. Zoals uit de vergadering bleek, de verschillende vragen, was het even wennen of is het even wennen. Maar we hebben ook om een aantal praktische redenen gezegd, omgekeerd, korter. Daarmee kunnen we een aantal dingen voorkomen. Maar we denken ook dat de kwaliteit omhoog gaat. Die is heel goed, maar we willen er meer van maken. Ja, want het thema dit jaar van de optocht is de wereld op zijn kop. Maar was nou het thema de reden om de optocht de andere kant op te laten gaan? Of was het andersom dat jullie iets met de optocht wilden en daar een thema bij bedacht hebben? We wilden iets met de optocht. Want afgelopen jaar hadden we pech met de gaten door al die hulpdiensten die er dwars heen moeten. Maar daar kregen we toch al heel veel vragen over. Nou, ook de muziekkorps hadden moeite met, zeker met het mooie weer, met een te lange optocht. Dus er waren verschillende redenen om erover na te denken. En langzaam groeide dat uit de verschillende commissies. En toen zei iemand, ook met de attracties die in de optocht komen, de wereld op zijn kop. Waarom draaien we hem niet om? Waarom draaien we hem niet om? En de politie en brandweer waren er uiteindelijk helemaal mee eens. Die hebben goed nagedacht. En ook de vraag over hoe gaan nou die voetgangers stromen. Goed dat er mensen daarmee bij betrokken zijn, maar het komt allemaal goed. Hij wordt korter, zei u. Doen er minder mensen aan mee of gaan ze sneller lopen? Uit de tijdschema's die je op de tekening ziet. De bedoeling is dat hij een half uur korter is. Dat komt en doordat de afstand korter is, maar ook omdat we denken, zoals we het nu gaan organiseren, dat het sneller doorloopt. Optocht korter en de andere kant op, kermis kleiner? Nou, de kermis wordt kleiner. Maar de kwaliteit blijft even hoog en er is goed overleg met de gemeente en iedereen. Zodat wij over 2 jaar, als de Lammermarkt daarboven, die parkeergarage goed heringericht is. En de gemeenteraad heeft trouwens net ingestemd met de hele herinrichting. Nou, dan kunnen we verwachten dat er weer echt als vanouds een Leidse kermis staat. Maar we zijn absoluut niet bang dat de komende 2 jaar er problemen ontstaan. Integendeel. Nee, want dat was wel volgens mij de vraag die het meest in de stad leeft. Hè? Hoe moet dat nou met die kermis nu ze daar een parkeergarage aan het bouwen zijn? Ja. Nou, er is echt heel positief overleg met de gemeente, er is politie, brandweer. We gaan ook de Rijnsburger Singel voor een stukje gebruiken. Door naar Martijn Dupri heeft gezegd, passen en meten. En wat hij ook zei, mensen, kermisexploitanten willen zo graag op de Leidse kermis staan. Dat de pachtinschrijvingen zodanig waren dat we ons wat dat betreft, met een kleinere oppervlakte, geen zorgen hoeven te maken. Want de pacht is de financiering van 3 oktober. Maar komen er hetzelfde aantal attracties op een kleinere ruimte of komen er ook minder attracties? Nou, dat laat ik graag even die vraag, de beantwoording aan Martijn Dupri. Want er komt niet alweer het reuzenrad. De beroemde attracties komen er weer. En daar is ruimte voor. Maar hoe het dan verder ingedeeld is, daar blijf ik even buiten. Vraag het aan Martijn Dupri. Dan nog tot besluit. Normaal op deze ledenvergadering hebben jullie altijd een soort presentatie van alle commissies. Ja, alle onderdelen die worden dan even doorgenomen alvast. Dat hebben jullie nu niet gedaan. Dat gaat op een andere manier gebeuren. Ja, dat deden we afgelopen jaren. Maar toen zeiden we, ja, dan blijft die kennis die we overdragen over het thema blijft binnen de zaal. We gaan nu de komende weken op verschillende momenten vanuit de commissie, het bestuur doet mee, de vrijwilligers doen mee. Laten we ons als 3 oktober vereniging zien aan onze leden. We willen bereikbaar zijn, aanraakbaar zijn, zichtbaar zijn. Dus Leiden Marathon is als voorbeeld genoemd, maar er zijn meer momenten dat vanuit de commissies op een ludieke manier aandacht wordt gevraagd voor het 3 oktober thema en dus daarmee voor Leidensontzet. En de verschillende onderdelen van de viering. Ja, en het wordt, wat ik nu al gezien heb, heel gek. En in wezen vanaf vandaag en straks met die activiteiten komt de sfeer er goed in Leiden. En ook vanaf vandaag in dit gebouw, het academiegebouw, dat is ook geen toeval, hè? Heel belangrijk is dat wij de banden met de universiteit hebben aangeknoopt. En het feit dat wij nu een nieuw bestuurslid hebben mogen benoemen vandaag, Egbert Koops, is hoogleraar aan de universiteit. We hebben nu weer hele goede, ook persoonlijke banden met de universiteit. Mag ik alleen al zeggen dat sinds vorig jaar op 3 oktober op alle universitaire gebouwen de vlag weer uithangt. Dat gebeurde daarvoor niet. Nou, dat zegt dat de universiteit zich bij 3 oktober betrokken voelt. Zal iedereen zeggen, logisch, want zonder 3 oktober was er geen universiteit. Maar soms moet je dat nog eens even benadrukken. Nou, dat gaat hartstikke goed. We zijn er heel blij mee.